Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Vandaag is het zover. Vandaag is de eerste kookshow-opname. Ik had echt gisteravond in bed het gevoel, wat ik gewoon heb als voor mijn verjaardag, mijn 30ste verjaardag die helemaal voorbereid is, morgen is en zo. Maar ik zei wel tegen haar van, wat ik echt leuk vind, ik heb hier dus super veel zin in, is dat, waarom is er altijd troep op de achtergrond bij mij? Gewoon terwijl het huis best wel netjes is. Maar dat past buiten niet in de kussenbox, nee. Het leuke is, kijk, een verjaardag is altijd super veel voorbereiden, super veel stressen, blablabla, gedoe. En dan is het voorbij eigenlijk. En hierbij heb ik 7 mensen met wie ik ga filmen. 8 afleveringen, want met Nicole worden het er 2. Dus dan kan je steeds weer daarvan genieten, weet je wel. En op een gegeven moment gaat alles natuurlijk steeds soepeler. En wat ik nu vooral nog moet... De audio en beeld zijn, als het goed is, goed. Maar ik heb nog een soort van dat het in- en uitzoomen, nou ja, dat is er allemaal niet toe. Maar dat is nog een beetje... een twijfelgevalletje. Dus ik zal tussendoor wel echt even steeds moeten checken. En ik wil nog kijken of ik het misschien op mijn laptop kan koppelen. Zodat ik van dichtbij kan zien wat er gebeurt. En we moeten dus tussendoor. Ik heb geen camera aan het plafond hangen of zo. Dus we moeten steeds tussendoor dat statief voor de flat lay. Dus van bovenaf voor de producten. Erbij zetten. En dan eroverheen plakken. Dus. Ja. En wat verder heb ik nu? 1. Ik heb nog 1,5 uur. Dat is echt super kort. Oké, ik heb nog 1,5 uur. Ja. Dus ik zit een beetje te denken van... ga ik de dingen al uit de verpakking halen en in bakjes doen? Weet je wel, dat soort dingen. Of ga ik gewoon... Ik weet niet. Wil ik het echt zo dat profi... van dat je alles mooi in bakjes en kannetjes al klaar hebt? Of laat ik gewoon juist de producten zien? Want ik vind het eigenlijk altijd wel chill om te zien welke merken mensen gebruiken. Dus dat soort afwegingen. Ja, ondertussen ben ik van alles aan het opladen... Deze audio's moeten allebei opgeladen. Ik heb maar 1 zo'n kabel. Dan de receiver van de audio. De ene camera, de andere camera. Geheugenkaarten leegmaken. Keuken schoonmaken. En ja, de stickers die ik dus heb besteld. Want ik wil dus de gasten een waterfles geven met zijn watervalsticker erop. Die komen dus vandaag tussen 12:30 en 3:30. Zou eigenlijk woensdag bezorgd worden. Helaas! En ik had nog een leuk idee voor vragenkaartjes. Dat is ook niet gelukt voor deze aflevering. Maar je hoeft niet alles in 1 keer. Dus ja, dat is vandaag. En dan hebben we niet zo lang, want ik moet daarna bijles geven. En dan 2 dagen niks. En dan donderdag volgende aflevering met Lot. Dan 1 dag niks. Ga ik mijn haar verven trouwens. Uitgroeien. En dan zaterdag met mijn ouders filmen. En zondag weer niks. En dan volgende week weer. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik kan het alleen niet echt behind the scenes aan jullie laten zien. Want... ik film met beide camera's. Ik heb nog wel die ene crappy camera. Die zou ik neer kunnen zetten voor vlog behind the scenes. Dat kan. Ik weet niet of dat leuk is. En ik heb nu trouwens mijn Glam Glow. Ik wou de naam tegen jullie zeggen, ik weet niet meer. Witte tube met grijs speelt. Het is eigenlijk een cleanser. Maar je kan hem zo erg als masker gebruiken. Het is echt zonde om hem als cleanser te gebruiken. Dus deze. En deze camera ga ik nu opladen. Want deze heeft de hele nacht in mijn laptop zitten inladen. En ik ben zo blij met mijn MacBook, jongens. Ik ben zo blij met mijn MacBook. Kijk, dit was trouwens gisteren. 2 is op minder testen. We gaan testen hoe goed de Rode Wireless Go 2 is. Hoor je hoe slecht? Op minder 3 dB. Nou, uiteindelijk had ik dit. Nu staat de camera op 15 en de Rode staat ook op 15. En nu ben ik dichtbij, maar nu loop ik even wat verder weg om te kijken of het nog goed is. La 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 la. En ik vind het niet meer zo leuk, want daarom is het allemaal zo moeilijk. En nu sta ik hier. Ik was net 1 seconde weg. Ik ben helemaal kapot. Mijn bijles had afgezegd. Het moest echt zo zijn, want we zijn tot 5 uur doorgegaan. Oh mijn god. Het was zoveel werk. En 50% kletsen, 50% koken gaat niet. Dan duurt het gewoon te lang. En nu baal ik weer, want we hadden dus uiteindelijk ook wel haast. En daardoor... ben ik nu meer aan het woord geweest dan Bianca, terwijl zij mijn gast is. Want zij stelde vragen en zij is er heel goed in. En dan hadden we geen tijd om haar antwoord te horen. Dus denk ik, dan kan ik het maar beter uitknippen. Het is heel, er komt heel veel bij kijken. Dus ik ga nu even helemaal instorten. En ook niet meteen nu editen. Want ik heb haar echt bijna niks kunnen vragen. We waren alleen maar bezig met eten. Dus misschien moet het gewoon over het eten gaan. En niet dat 50-50. Maar het is zo leuk om ook met mensen een beetje te kletsen. Ik denk dat ik dat maar moet gaan skippen. We willen het over ADD hebben, over school. En ja, dat er maar gewoon uit moet. Ja.
Dat denk ik. Wordt too much. Goedemorgen mensen. Ik zei gisteren tegen haar, ga maar lekker vast naar bed. Dat was mijn grootste fout. Want daardoor ging ik pas om 2 uur slapen omdat ik aan het editen was. Maar ik wou het zo graag. En vanochtend dacht ik, ik ga niet uitslapen. Ik ga gewoon opstaan. Want anders kom ik weer zo snel grippen. En mijn hoofd draait weer vol de toeren. Dus ik wil wel verder gaan met editen. Dus ik ben zo moe. Oh. Hi. Het enige wat ik heb gedaan sinds ik heb gevlogd is een matcha gedronken. En een doosje met geitenkaas gegeten. Omdat ik geen zin had om meer tijd eraan te besteden. En gewerkt. Alleen maar aan babbelhub. En ik heb een klein stukje van de intro online gezet en Instagram live gegooid. Ik word er niet echt op gereageerd. Het is nu 4:15. Het is echt heel erg. Ik heb net in 5 minuten gedoucht en me aangekleed. Omdat ik nu in de Kutekoboek school halen bij de bakker weer. En vanavond bij de Starbucks in Blijswijk. Dus dat is de content die jullie krijgen vandaag. Het is gewoon super mooi weer. Iedere keer dat het nog mooi weer is en ik snel dit aan kan trekken. Na het douchen is het zo chill. Want dit is gewoon echt een broekje. Dit, slippers bij haar, klaar. Oké, ik heb de box bij de Starbucks afgezegd. Ha, gaat nu barbecue bij zijn familie? Ja, ik heb echt veel te kort geslapen. Ik ga niet mee. En toen dacht ik, ja, dan moet ik over 2 uur nu weer de deur uit. Dus ik ga nu gewoon chillen met mijn laptop. Normaal als Ha dit thuis komt, dan probeer ik te stoppen met werken. Maar nu ben ik alleen, dus ga ik door met werken. Oké, wat hebben we? Dus ik heb die box afgezegd. Want helemaal daar heen rijden met de auto vind ik ook niet echt too good to go vibes. Milieuvriendelijk, dus maar ja. We hebben hier iets. Huh? Oh my god, een hele banketstaaf volgens mij. We hebben een hele banketstaaf. Mijn ouders komen dit weekend en ik zag hier al een suikerbrood. Die we al in de vriezer hebben liggen. Toen dacht ik, die geef ik aan mijn moeder mee, die vindt het wel lekker. Maar ik ga haar wel verblijden met banketstaaf. Dus ik denk dat ik die ook gewoon invries. Ja, de vriezer ligt best vol, maar het past erbij. En ik vind het zo chill dat we... Ja, we hoeven geen brood meer te kopen. En lekkere dingetjes hebben we ook in huis. Ik vind het heel erg. Oh, wat erg. Een 3.500 euro camera viel. Oh, wat erg. Dit is heel erg. Als dit kapot gaat... Oh, ik ben helemaal... Ik denk, wat ben ik toch een idioot. Die lens is zo zwaar. Ik ga dit dus nu ook niet door met hem hier neerzetten. Ik ga gewoon even tot zo. Oké, een beetje een raar beeld. Er zit het in mijn oven. Maar een suikerbrood. Ik ben helemaal misselijk van de schrik. Schrik en dat ik denk, waarom ben ik zo dom? We hebben nog wat. Ik ben echt helemaal... Ik vind dat zo stom. Oh, heel lekker. Oh, lekker. Dit soort broodjes. Als ik brood eet, is dit wel iets wat ik heel lekker vind trouwens. Yummy. En we hebben steeds andere brood. Dat vind ik heel tof. Kijk, weer een mooi groot brood. En dit keer is het... Oh, dit is mijn lievelings. Als ik bijvoorbeeld een broodje avocado of zo maak, dan vind ik dit echt onwijs lekker. Met zaden en pitten. Heerlijk zeg. Ik ga denk ik heel even nu als breakie, ook dat ik niet heet aan de laptop ben, ga ik even de vriezer weer een beetje reorganiseren. Dat ik even een broodafdeling heb. Want we hebben inmiddels zoveel brood dat het wel... Handig is als je het een beetje kan vinden. Ik hoop dat hier iets van gebak in zit. Vorige keer hadden we brownies en zo. Die liggen ook in de vriezer, ook ideaal. Maar gebak is toch het allerchills. Oh no. Is het echt? Is het echt? Na de Bianca. Oh nee. Ik dacht even dat het een lemon meringue was. Daar had Bianca gisteren over. Oh, dit vindt Ha heel lekker. Dit is zo'n puddingbroodje. Oh, ik weet niet of je dit kan invriezen. Dus ik denk dat ik dit lekker ga laten liggen voor hem. En dit vindt mijn vader lekker. Oh, ik moet deze gaan invriezen en zaterdag aan hem gaan geven eigenlijk. Ik heb product placement nu trouwens uitzet. Maar ik wil eventjes mijn camera instellingen niet te erg veranderen. Omdat het nu goed staat voor de kookshow. Maar oké. Oh, ik heb heel veel zin om dit puddingbroodje te gaan eten. Het ziet er echt heerlijk uit. Terwijl ik daar helemaal niet van hou. En als laatste, ook leuk, want we hebben nu witte bollen en nu hebben we bruine bollen. Dus we hebben allemaal variatie ook steeds. Deze gaan ook de vriezer in. En ik moet even bijkomen in de shop dat ik mijn camera heb laten vallen. Oké, bye. Ik ben nog steeds aan het bekomen van de schrik. Oké, ik ben nog steeds aan het bijkomen van de schrik. Ik let zo op. Ik krijg deze lekkere Cure de Boeuf tomaat snijden. Heel benieuwd. Het is echt lastig te krijgen hoor.
Heerlijk. De laatste keer dat ik deze tomaten had, was in Zwitserland. Oh. Toen had ik bijna mijn hand eraf. Als ik weinig heb geslapen, ben ik sowieso onhandiger. Zo. Dit is in de kookshow nu geleerd. Om iets met knoflook in te wrijven. Dus ik dacht, wat als ik mijn bord invrijf met knoflook? Ik ga die andere tomaat ook doen, denk ik. Volgens mij wordt die groen. Dan is het niet zo dat hij niet rijp is, maar ik twijfel nu ik de binnenkant zie. Weten jullie dat? Dat weet ik dan weer niet. Ik ga het niet heel mooi maken hoor. Ik ben gewoon alleen. Hey Boezie. Hoi, wat is er? Kijk maar. Paprika. 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 Zo, lekker. Maar ik wil misschien toch ook gewoon nog wat knoflook eroverheen. Ik vind dat zo lekker. Eigenlijk moet je gewoon in de keukenmachine heel veel knoflook malen. En dat dan invriezen. En dan met die bollen, lekker makkelijk. Dit gaat wel heftig smaken hoor. Maar I love knoflook. Ik snap eigenlijk niet als je... Ja, ik snap wel als je niet van knoflook houdt. Maar oh, het is knoflook lekker. Dit, ik weet niet of dit werkt, want het is niet warm. Misschien zou je die knoflook moeten verhitten. Normaal eet Haring dit samen, maar nu heb ik er zin in en hij is er niet. Ik ga het lekker eten. Ik ga die burrata eten die dus al open was zondag. Dus daar wil ik niet meer te lang mee wachten. We hebben dus heel vaak als we burrata of zo bestellen of iets dat het dan lekt. Wow, hij is heel groot. My god. Best veel voor één persoon dat ik nu ga eten. Ik heb ook nog kip. Maar ja, tot dusver heb ik nog heel weinig gegeten zoals ik al zei. Niet goed, maar oké. Zo, het vol. Heerlijk. Wauw. En dan pak ik mijn olijfolie uit Spanje die ik in het flesje heb gedaan. Die is echt extreem lekker. Van de vriendin van mijn moeder dus, uit hun tuin. Daarvan wil ik niet te veel verspillen. Meestal doe ik best wel veel olie omdat het dan naar de bodem zakt en een beetje kan intrekken. Maar deze is natuurlijk heel bijzonder en bijna op. Zo. En dan lekker wat maldonzout. Peper. En dan nog lekker wat basilicum. Ik heb dus niet gesport vandaag en gisteren. Morgen komt de hulp, dus dan ga ik weer even sporten. En ja, toch weer verder werken. Maar ik moet natuurlijk ook mijn vlog editen. Ik ben nu al 2 dagen alleen maar bezig met de kookshow. Ik wil hem wel een soort van af hebben, die aflevering. Ook omdat ik het altijd eng vind. Want stel dat er iets misgaat of je braakt je bestanden kwijt of zo. Want in principe wil ik alles pas editen als ik alles heb gefilmd. Zodat ik weet dat het een beetje één grote lijn erin zit. Dat het een beetje hetzelfde is. Maar ik vind het toch ook spannend om het zo lang te bewaren. Al die bestanden. Oké, dit is het. My lovely salad. Heerlijk. Helemaal zin in die knoflook. Lekker, jongens. En van bovenaf is het echt super lekker. Wel grappig, want qua kleur is hij wel, vind ik, mooier met felrode tomaten. Dit heeft ook wel iets, maar snap je? Het is minder contrasterend. Hi Poesie, ik ben heel benieuwd naar die groene, of dat nou hoort of niet. Heel weinig smaak. Weer. Oh. Die olijfolie en die knoflook zijn echt
de hemel op aarde. Een tomaat heeft niet veel smaak. Ja, ik weet niet of dat echt haalbaar is in Nederland, maar kijk. Die rode. Veel meer smaak. Ik vind echt die hele burrata een beetje te veel. Voor mij alleen. Normaal laten we dit met z'n drieën als avondeten. Maar goed. Ik hou gewoon wat over. Oh, in deze burrata zie je echt stukken truffel zitten. Amazing. Dat is in die van de appie niet. Ik ben benieuwd. Hij is ook heel romig. Heel lekker. Van appie is net zo duur. Ik ben echt benieuwd. Subtielere truffelsmaak, maar meestal als het echte truffel is, is die subtieler. Dus ik ben benieuwd of hier echte truffel in zit. Zou het? Ik zie wel echt die stukjes. Man. Burrata is mega romig. Zo krijg je hem bijna nooit. Dat is een beetje hoe ik hem op vakantie had, dat je hem bijna kan uitsmeren als een soort van roomkaas. Volgens mij is dat wat vetter. Ik vind het niet eens per se lekkerder, maar ik vind het wel heel luxe voelen ofzo. Heel veel burrata's zijn heel waterig. Vind ik ook lekker, maar dit is echt heel dik. Ik zal het zo even laten zien van dichtbij. Maar oh, dit ja. Oh, zonder die burrata vind ik het ook heerlijk. Ik ga niet al die burrata opeten. Ik ga een beetje burrata eten, wel ik al die tomaten. Ik hou zo van tomaten met olijfolie en knoflook. Kijk, je ziet echt stukken truffel erin. Even duimpje omhoog voor dit mooie shot. En hij is heel romig, zie je dat? Bizar, echt. Nou, als je burrata kent. Ik weet niet wat het verschil is, maar het is een heel groot verschil tussen burrata. Nou, I'm going to enjoy this. Ik ga even lekker deze helft ga ik even gewoon in een bakje in de koelkast leggen. En de rest ga ik lekker helemaal opeten. Oh, het ziet er lekker uit. Het is heel donker vandaag. Dus ik moet eventjes anticiperen. Ik dacht als ik het camera dicht naar voren zet, is er misschien meer licht. Misschien. Maar ik had op internet gezien dat als je camera heel ver zet en dan inzoomt, dat je er dan natuurlijker uitziet. En als je hem heel dichtbij zet, dat je dan heel puffy en dik lijkt. Maar we gaan dit gewoon even testen. Oh, hij staat nu op tracking. En de audio moet ik ook nog testen of dit goed is. Maar ja, ik heb me vast aangekleed. Ik weet nog niet of dit leuk is. Ga ik ook zo bekijken. Maar ik dacht, doe ik dat eerst. En even een dikke crème op mijn gezicht gesmeerd. En dat soort dingen. Want ik heb nog niet zo diezelfde stress als maandag. La, en ik ga ook mijn haar nog vast doen. La la la. Ja, ik neem dit dus nu alweer voor de derde keer op. De eerste keer had ik geen audio aan. De tweede keer had ik alleen mijn audio die hier moet aan. En de derde keer had ik ook mijn receiver van mijn audio aan. Ik was aan het zeggen dat ik een mooie avocado heb gemaakt. Met Too Good To Go, bruinbrood, avocado. Een hele avocado. Balsamico crème, zoutpeper en koriander. Heerlijk, want ik ben misselijk. Ik heb hier helemaal geen zin in, maar je moet wel eten. Dan ben je ook leuker op beeld als je hebt gegeten. En vrolijker. Ik heb gewoon geen trek op dit soort momenten. Gisteren had Haat trouwens kies gemaakt. Gisteren heb ik ook echt zo weinig gegeten. Dat is niet normaal. #ADD. Ik heb er net ook een story over geplaatst. Echt ADHD hyperfocus. Maar ik heb het echt lang niet gehad. Omdat ik heel lang geen projectje heb gehad ofzo. Oh, alles valt eraf. Oh my god. Het is keihard aan het regenen, het is super donker. En Lotte is blijkbaar naar een ander station gegaan. En ze wilde een stukje lopen in plaats van hier voor de deur. Dus ik ga haar snel ophalen. Maar ik laat mijn camera hier, want alles staat al klaar. Maar het is heel donker, dus ik weet echt niet hoe we zo met goede kwaliteit kunnen gaan filmen. Ik had het echt niet voorzien dat het zo donker zou zijn. Oh, wat kut zeg. Ik kan ook moeilijk nu snel een lamp ergens gaan kopen ofzo. Ja. Oké, dus wil je hem juist dan hoog? Nee, dus als jij je hand ervoor doet, dan zie je niks meer. Of als je gaat roeren, dan gaat je water praten. Ja, want dan ga je focussen op je hand. Maar wat wil je voor een product shot? Gewoon een beetje zo stilstaan. Je hebt het trouwens heel vaak gedaan met zo'n shot. Ja, maar ik weet, jij hebt natuurlijk in je hoofd hoe je dit wil. Oh nee, gewoon dit is voor de overlay. Zeg maar als we zeggen, er gaat een roze paprika in, dan zie je dit. En ik deed een beetje leuk, ik wil een klein beetje bewegen. Gewoon. Ja, gewoon verschillende dingetjes. Ja. Oké, dat kan ik wel doen.
Met wat wil je dat allemaal doen? Eerst dit en dan dat? Ik hoop dat het niet heel veel werk is. Wat chill. Bizar. Het is zo donker, is wel echt verbaasd. Ja, het is heel donker. Ja, heel leuk. Ken je dat liedje? Nou ja, ik heb nu een kerstliedje in mijn hoofd. Ik weet niet wat dat is. Ja, het is toch kerst? Laatst zaten we in de auto. Nee, zo. Laatst waren we in de auto, was ik dus blijkbaar Robin Hood aan het fluiten, terwijl ik dat helemaal niet ken. Ik heb dat nog nooit gezien. Ja, dan heb je het misschien ergens op Instagram of zo gehoord. Zo raar. Hi. Good morning. Ik heb om 12:30 afspraak om mijn haar te verven dus. En ik wou ervoor sporten en ik dacht, dat ga ik niet doen. Maar ik ga het doen. Ik ben maar een half uur later dan gepland. Dus ik heb 3 kwartier om te sporten en ik ga niet lopen, maar fietsen, want anders red ik het niet. En het is echt super slecht weer buiten. Maar ik ga wel. En dan ben ik eindelijk een keertje voor de kapper daar kan naar de sportschool geweest. Dat is fijn. En dan kan ik niet douchen en zo, maar dat doe ik dan na de kapper. En dan bij les. En de keuken ziet er nog zo uit. En ik heb nog niks voor mijn weekvlog gedaan. En deze weekvlog gaat alleen maar over babbel. Maar goed. En ik heb maar 15% batterij. Dus ik wil ook wat bij de kapper filmen. Dus ik ga nu snel. En dan zie ik jullie zo even in de sportschool. Hoe kan Nederland zo snel omslaan? Het weer, jongens. Ik snap dat echt niet. Het is wat triest. Kijk. Bye bye, vitamin D. Ik ben trouwens zo obsessief met dat vanille luchtje van Parfumado wat ik laatst liet zien. Ruikt echt zo lekker. Ik kan gewoon nog douchen. Ik heb gewoon doorgesport zonder pauzes. Meestal neem ik even een korte pauze van een halve minuut, minuut. Zit ik even op mijn telefoon, soms al 2 minuten. Ik dacht, ik doe het niet, want ga ik heel snel nog even douchen. En Nicole, ik heb nog steeds je jas aan. I love him. Ik heb wel echt heel kort gesport en het is pas 11 uur. Oh, ik heb echt maar 25 minuten gesport. Huh? Maar ik heb wel gewoon, ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Bizar. Ja, armen duurt ook nog wel korter. Hi Pussy, ik ben er nu al. Oké, dit was wel heel kort. Maar oké, boeiend. Dan kan ik mijn camera opladen. Heb ik serieus nu nog 25 minuten. Dan kan ik eindelijk eens een keertje gewoon... Altijd als ik eraan kom, kom ik net uit mijn bed. Moet ik nog douchen. En dan zit je daar de hele tijd zo in de spiegel te kijken. En dan is het toch minder chill. Dus nu kan ik gewoon even douchen. Kleren aandoen. Nou ja, kleren. Ik weet al wat ik aan. Ik doe gewoon... Superkleren aan. Een klein make-upje op mijn gezicht. Misschien geen mascara, daar heb ik geen zin in. Maar dat je eventjes in die spiegel kijkt bij de kapper. En een beetje denkt van, oh ja, want dan gaat ze je haar natuurlijk helemaal mooi maken. En alles. En je kijkt 3 uur naar jezelf. Oeh, en dan is dat wel lekker, oké. Ik ben zo blij. Wat een verschil. Als ik dus niet was gaan sporten nu. Had ik het of moeten hopen dat de kapper niet lang duurde. En dan snel voor bijles. Of om 5 uur na bijles nog. Had ik niet kunnen koken, had ik niet kunnen opruimen. En alleen maar omdat ik dan nog zou gaan slapen. Sorry, ik ben heel erg aan het hijgen. En nu is het gewoon 11 uur. Heb ik al gesport. Daarom, ik wil dit altijd doen. Maar het lukt me steeds niet. En weet je wat de reden is? Mijn werk en mijn laptop. Want of ik zit al 2 uur op mijn laptop, zoals gisteren, vannacht. Waardoor ik wil uitslapen, wat ik nu niet heb gedaan. Of ik ga 's ochtends meteen achter mijn laptop. En vind het zo leuk en zit zo in de focus dat ik dus niet meer kan stoppen. Dus ik moet gewoon meteen sporten. En ik ben ook als ik opsta minder moe dan als ik heel even ga zitten. Gewoon opstaan, ik heb niet eens gedoucht, snel klaarmaken, matcha erin en go. Want als ik dan na die matcha ga zitten op mijn laptop, dan stort ik het in. Maar ik weet het, maar ik doe het niet. En gisteren was het veel te laat, 12 uur. Heel ging ik echt om 11 uur al slapen. 2 uur ging ik. Oké, en nu ga ik dus heel lang kletsen, zodat ik alsnog te laat kom. Dus ik ga nu snel douchen en ik ben blij met deze ochtendplanning. Lekker. Oh, als
zo heel snel... Ik heb mijn Spotify-abonnement opgezegd. Omdat ik het zo weinig gebruik dat ik het gewoon... Ik zat gewoon te berekenen wat voor abonnementen ik allemaal heb. Dit is trouwens mijn statief voor morgen. Als je denkt, wat staat hier? Dat is de trap al. Maar ik dacht, ja... Al is het maar een tientje per maand. Zoveel abonnementen. Maar in ieder geval, als je dus heel snel gaat douchen na het sporten... En heel snel weer warme kleren aantrekt, dan ga ik altijd echt zweten. Oké, ik heb nog 2 minuten. Ik ging boven eigenlijk best wel even lekker chillen. Ik heb ook vrij normale kleren aan, vind ik. Wel met een sportlegging, maar het ziet er niet snoeperig uit. Ik heb zelfs sieraden om. Wauw. Oh my god. En heb ik dus wel weer net te kort hiervoor. Maar ik zat echt de hele tijd van, dacht ik, oh, normaal voel ik best wel goed de tijd aan. Dan dacht ik, oh, er is nu heel veel tijd voorbij. En dan waren er echt letterlijk 3 minuten voorbij. Dus ik was zwaar aan het genieten van hoe langzaam deze ochtend gaat. Heerlijk. En uiteindelijk ben ik dan toch weer... Ik had hier eigenlijk... Ik had echt even mijn make-upje op willen doen. Dat red ik me niet. Maar aan de andere kant, mijn make-up routine duurt eigenlijk echt 2 minuten. Dus. Ik had gewoon lekker een beetje een kleurtje. Kijk, je dat? Dan kijk je in die spiegel bij de kapper en dan zie je er moe uit. Wit. Oh. En dan denk ik altijd, oh. Dan is het gewoon niet fijn om er 3 uur lang naar te kijken. Het boeit me niet, zeg maar. Ik ga de hele dag zonder make-up eruit. Maar ik hoef niet dan zelf de hele tijd 3 uur lang naar mezelf dan te kijken. Deze trui... Want toen Bianca kwam, had ik deze ook aan. Dan zweet ik me ook al. Dus het komt denk ik door deze trui. Ik hoop dat de kapper niet zo lang duurt. Want ik wil niet heel veel blond. Dat had ik al aangegeven. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet zo mega blond zijn. Deze keer ga ik dat echt even heel te goed zeggen. Want zij is super goede kapper. Maar ik moet dat wel goed aangeven. En dan hoop ik dat het misschien ook wat korter duurt. Want we hoeven natuurlijk ook niet te knippen. Dat ik dan voor bijles nog even naar de stad kan. Misschien even naar de TK Maxx. Want ik wil eigenlijk voor Babbelhap gewoon een paar leuke outfitjes hebben. Zoals die stippenoutfit van gisteren, dat is lekker opvallend, echt een beetje hostachtig. Dus gewoon wat feestelijke outfitjes. En het is toch beeld, dus het hoeft niet perfect te zitten van achter en je ziet je benen en die bijna niet. Dus het hoeft niet helemaal perfect zo te zitten, maar het moet natuurlijk wel iets zijn wat ik ook vaker zal dragen, anders is zonde. Maar ik wil gewoon heel even kijken. De TK Maxx slaag ik op een of andere manier altijd het best. En qua kleding vind ik elke winkel zon, dus... Deze had ik ook bij de TK Maxx. Niet dat deze nou heel boeiend is, maar dit kleurtje is weer heel leuk. Dus of een beetje een leuk printje, of lekker een blauwe trui, of gewoon een effe kleur. Dat deed ook wel heel goed het beeld. Nou, dan ga ik nu. Ik zat lekker boven Kinderen voor Kinderen liedjes te zingen. Zoals ik heb er zin in, die vind ik heel leuk. En ik had gisteren waks in mijn haar gedaan. Maar het valt best mooi. Dan valt het zo sleek naar beneden. Ik twijfel ook, van haar heb ik nu geleerd te kapper om het een beetje zo volumieus te feunen. Maar eigenlijk vind ik... Misschien toch mooier als het een beetje naar beneden valt. Ik wil het eigenlijk niet per se helemaal laten feunen vandaag, want dat zou ik toch na een uur uit. Maar oké. Ik heb er dus waks in gedaan voor die knot. Ik praat heel rap op de tak, maar omdat ik haast heb. En zodat het mooi is glad zat. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk, een beetje waks. Alleen het voelt zo... Ja, het voelt trouwens helemaal niet heel vettig, maar... Niet dat mijn hoofd huid vettig voelt, maar hier is het een beetje vettig. Maar ik heb ook wel veel gedaan. Oké, doei. Ik ga nu naar de kapper. Ik heb nu dus niet echt iets gegeten. Dat is dan wel weer jammer. Ik merk trouwens wel echt aan mezelf nu de eerste afleveringen gefilmd zijn. Nu alle animaties af zijn. Nu ik een beetje 2 video's bekeken heb en opgenomen heb. Dat het zoveel rust geeft en dat ik wel wat chiller alweer ben in mijn hoofd. Ik heb trouwens deze schoenen aan. Ik vind ze heel groot ogen. En ik heb allemaal dingen die mensen hebben als ze zwanger zijn. Zoals ochtendmisselijkheid. En dat je voeten groeien, daar heb ik dus last van. En nee, ik ben niet zwanger. Maar ik heb dus het voelt op mijn voeten groeien. Want mijn schoenen zitten heel krap ofzo. Maar oké, ik ga nu snel weg. Ik zit hier op een soort van chillen, relaxte spot. Ook wat chill met vloggen trouwens. Ik had aangegeven dat ik niet zo blond wilde als vorige keer. Dus we doen dan wel weer babylights. Alleen de uitgroei en dan iets minder. Wel overal, maar iets minder veel. Minder dicht op elkaar dan, zeg maar. En ze vroeg of ik dan misschien 1 toner donkerder wilde. Maar ik zei, laten we dan maar eerst even... alleen dit proberen. En dat zit alsnog te blond, dus kunnen altijd dus ook voor een iets donkerdere toner gaan. Maar dat voor nu nog niet. En ze is nu alles aan het preparen. Ik zit weer helemaal onder de foils. Dat is echt satisfying om te zien. Wat voor thee wilt u me vragen? Oh, dankjewel. Ik kan dat echt niet uit mijn hoofd zeggen. Al was ik hier vorige week. Zou jij nu ook kamille nemen overdag? Ja. Word je dan nu niet sloom? Nee, ik vind het gewoon heel lekker. Oké, ik ga het ook doen. We hadden het over niet kunnen slapen. Camille.
Ik zei dat ik 3 Tramille-theezakjes in 1 kop had gedaan in de hoop dat ik wel kon slapen, maar dat dat dus niet werkte. En nu ga ik lekker weekvlog bewerken. Oké, lekker gespoeld. Wat kan je zeggen wat je al nou had gedaan met die toner? Ik heb hem een half tientje donkerder gemaakt. Ja, we hebben toch het volgende nog en. Wil je het wel of niet? Ja, doe maar wel. Nee, want je vindt hem soms net even iets te blond, hè? Ja. En omdat we nu hier en daar steeds, hoe heet dat? Foto's iets verder uit elkaar zetten, dan heb je net even iets meer. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben alles kwijt. En we gaan niet helemaal dat stylish peulen doen, want het is super leuk, maar in mijn haar zakt het tegenwoordig zo ik snel uit. En het is nu ook vochtig. Ik pak even een borst hoor, eentje. Nee, dat is gewoon zonde. Ik ben benieuwd. Het is nu natuurlijk gewoon nog helemaal nat, dus je ziet nog niks. Steeds die diepte aan die aanzet. Ja, het is echt een groot verschil hoor. Eerst was het echt zo'n donker plak, hè? Ja, heel erg. Echt, vind ik dit echt veel minder ordy, gewoon natuurlijker. Gewoon zachter. Stijlvoller vind ik het ook. Ja, zachter. En je ziet dus hier gewoon wel hier en daar een plekje. Ik denk dat serieus niemand zal zien dat ik er nu iets heb gedaan omdat dit klopt ofzo. Kun je vanaf de achterkant zien? Ja. Ja, het klopt. Grappig. Goeie keuze om voor die toner te gaan. Oh ja, kan je me goed lachen? Wow, de streepjes zijn mooi, joh. Echt wel een verschil. Ja, zeker. Wow, beter! Lotte en ik zijn allebei super blij. Lotte kapster. Het is 2 uur. Ga ik nu nog? Wow, precies wat de dag. 2 uur. Even ademen. Kijk nou, ik ben nu gewoon een soort van assig bruin. En ook toch nog blond. Hij is nu dan grijzer dan die... Oh, nu lijkt het weer heel licht door de belichting. Het is nu dus assiger door de toner, maar het is heel mooi. Dus ik ga echt zo lang mogelijk niet wassen, zodat het een beetje blijft. Wow, goede keuze. Ze vroeg dus of ik dat donkerder wilde. En ze kon het niet laten om het toch een beetje te feunen. Dit was dus €100. Ik moet een keer ademen. Ik ga echt gewoon, ik kom binnen en ik begin te vloggen. Kijk hoe mooi, alsof het niet gedaan is. Echt geweldig, gewoon heel natuurlijk. Als je snapt wat ik bedoel, zeg maar met niet gedaan, gewoon je ziet niet wat ze heeft gedaan. I love it. Hi. En nu moet ik even ontbijten. Hi, kom jij maar even in de vlog, want jij bent zo mooi. Je bent ook zo schattig. En iedereen vindt jou denk ik zo lief. Doe maar niet je pootje in mijn trui, hoe zie? Kom maar, doe die maar los. Oh, wat kleur je mooi bij mijn trui. Hi, ik ben Boezie en ik ben bij de kapper geweest. Ja, je bent zo'n mooie Boezie. Boezie is echt zo lief, zodat zij niet normaal. In de zomer is je er nooit echt. Maar als het dan kouder wordt, is het zo cutie. Ik ben helemaal blij. Dit is toch veel beter. Ik wilde gewoon al een tijdje niet meer zo hoog blond. Maar toch gebeurde het deze niet. En nu... Toppie. Maar het is dus nu extra grijs. En nu ik zo vol in het licht zit, lijkt het ook wat grijzer en lichter dan bij mijn andere belichting. Maar ik ben heel blij. Heel blij. Top. Echt anders. Maar wel dat denk ik mensen niet zeggen, hé, je haar is anders. Want het zo natuurlijk is dat het niet opvalt. Oké, ik heb alleen een koekje op en zo'n kleine bar. Dus ik ga nu lekker een broodje avocado eten. En over een uur komt de bijles, dus ik ga niet nu nog weg. Ik denk dat ik even... Hazai, laten we zelf pizza maken met dat pizzadeeg dingetje in de vriezer, dat ik die eruit haal. De keuken even opruimen, even wat eet. En dan na bijles even naar de stad fiets. En dan als Ha en Chickie dan thuis komen, ben ik er dan nog niet, maar dat is niet zo erg. Beter dan dat ik nu ga haasten. Hi Pushy, met zo lief. Zo schattig. Ik ga eerst eten, want ik heb echt super veel honger. Lekker weer to-go brood uit de vriezer geroosterd met avocado die weer echt top is. Koriander, balsamico crème, zoutpeper en chili. En ik ga eventjes lekker 20 minuutjes tv kijken. Nee, mijn ouders komen morgen al om 11 uur, dus misschien moet ik de productshots nu al wel gewoon gaan maken. Ik heb alles zonder geluid gefilmd, wat ik net heb gezegd. Ik doe al een voice-over. Nou, deze mega leuke oversized trui van Reebok. Ik film dus heet het zonder audio, omdat mijn audioplugger in zit en ik dan niet nadenk. Dus nog een keer. Oké, na mijn bijles ging ik dus, heb ik net verteld, maar vergat geluid op te nemen. Neemt hij nu op. Ik ging dus de hele keuken opruimen. Toen heb ik alle productshots van boven allemaal al gemaakt. Van alle 4 de recepten voor de video van morgen. Ja, even voor de herrie.
Dus dat is super chill. Dat is allemaal al af. Behalve de pompoen, want die neemt mijn moeder mee. En toen, toen kwamen Chicky en haar al thuis. We zeiden, ik wil eigenlijk echt even naar de TK Maxx. En we gingen zelf pizza maken, maar dat hebben we dus net gedaan. Ze hebben gewacht, super lief. Maar in de winkel zag ik steeds een vrouw al de hele tijd op dezelfde plek als ik shoppen. Dus dan ben ik dus iemand die haar gaat aanspreken. Toen zei ik, leuk hè, de mannenafdeling. Toen zei ze dat ze doof was. En toen raakten we dus in gesprek. En zat ik een uur nog in de winkel met haar. En daardoor ben ik een beetje laat thuis. En ik heb veel te veel geld uitgegeven, want ik ging naar de mannenafdeling. En dat is echt amazing met merkkleding. Bizar. Mijn leukste aankoop is dus dit. Ik vond het wel echt belachelijk duur, want het kost 100 euro. Het is echt niet eens zo'n hele goede kwaliteit. Maar het is dus van Tommy. En heel veel dingen bij de TK Maxx. Een Adidas trui is bijvoorbeeld 35 tot 50 euro. Terwijl een Stradivarius trui is ook gewoon 25. Dus merken kan je echt wel leuk scoren daar. Ja, ik kan het nog terugbrengen, maar ik vind dit amazing. Het ding is alleen dat ik van mezelf nooit echt jassen mag kopen, omdat ik vind... Ik vind het belangrijker om gewoon normale kleding te hebben. Voor... Kijk, een jas kan je niet altijd aan, snap je? Hij is aan de grote kant trouwens. Mannen is dit. Zou je niet per se denken. Ze zeggen dus van 210 voor 100. En hij is maat XL. Ik vind het zo ontzettend leuk staan, niet normaal. Ik wil dus het liefst, omdat ik heb gewoon echt kleding nodig. Dus het liefst kopen kleren die je overal aan kan. En dus niet een jas. Maar op zich is dit, als het koud is, kan je dit ook als kleding wel aan. Alleen je moet er eigenlijk dan wel iets onder hebben. Maar dit vind ik zo leuk staan. Ja, nu ik het zie denk ik ook echt, ben blij dat ik het heb gekocht. Amazing. Dus misschien als mijn ouders roze aan hebben, is dit voor de kookshow ook nog wel leuk. Vooral met zo'n knot vind ik dit zo leuk staan, niet normaal. Open, maar ik vind hem dus ook dicht heel leuk. En dat vind ik super fijn, want heel vaak zijn dit soort dingen dicht niet leuk. Dit geeft me ook echt Monica vibes met van die oversized toffe kleding. Heel blij ermee. Over deze twijfelde ik, omdat die ja, qua kleur best wel saai is. Maar ik vind dat altijd juist heel mooi bij mezelf staan. En de doorslag dat ik hem wel heb gekocht is ook... Hij is dus van een merk en hij is een soort van... Hij oogt cropped, maar gaat wel over je buik heen en valt dan precies mooi op je billen. Dus eigenlijk de perfecte lengte. En meestal zijn dit soort dingen zo kort dat net je buik eronder uitkomt. Ik zag deze eerst en wilde ik deze. Toen zag ik dat zwart-witte ding. Toen dacht ik, dan moet ik deze wegdoen. Toen ging ik hem weer passen en dacht ik, dit is gewoon zo leuk. Daarom, het is voor mannen. Het is... Dit is amaze. Ik vind het zo leuk. Ook dit is dat je niet echt zegt van ik heb nu goede basic kleding waarbij die ik altijd aan kan. Nou trouwens, deze is echt mega leuk. Kijk, mijn buik, hij bedekt het. Zie je, hij valt perfect hier zo en dan hier over je buik. Dit is gewoon amazing. Dit is echt, mannen t-shirts schijnen ook echt een tip te zijn en die zijn bij mij nooit per se perfect. Want ze vaak hier zo rondlopen en dat is niet mooi. Maar ik vind dit soort kolletjes ook altijd heel leuk bij mezelf staan met een haar vast. En deze was 50 en dit is een XS. En ze zeggen adviesprijs 140. De kleur is echt pretty ook. Dus ja, ook hier ben ik ziek blij mee. En ik zou dit wel gewoon echt heel vaak uit de kast halen en aantrekken. En daar gaat het om. En je stijl kan ook een beetje veranderen, weet je. Dit is wel gewoon, dit kan je wel gewoon in principe vaak aan. Over deze twijfel ik een beetje... Nog steeds. Heel misschien breng ik deze terug. Omdat die minder bijzonder is. En er hingen er 1000 van. En dan wil ik het altijd al niet echt. Dan denk ik, ja, dit is echt niet een populair product. En de stof is niet per se amazing of zo. Maar ook deze vond ik wel leuk staan. En ik vind het juist dus heel lekker dat hij een beetje dun is. En ook dit zou ik heel makkelijk aantrekken. Maar deze is denk ik wel van alles misschien het minst wauw. Super tof. Maar, en heel erg Adidas trouwens, bedenk ik me nu. Misschien is hij daarom. Dat valt me nu wel op dat je echt mega Adidas sponsor bent hiermee. Maar dit zou ik wederom wel ook echt aantrekken, gewoon graag en vaak. Dus daarom heb ik hem wel meegenomen, dat ik denk, ja. Maar als ik het zo zie, vind ik hem niet heel leuk, omdat je hier zo'n zwart vlak hebt. Maar dit is dus een zak. Ja, met daglicht is hij misschien leuker. Maar dit, ja, ik trek dit heel graag aan. Dus ja, dan denk ik, meenemen die helemaal. Maar wat vinden jullie, moet ik deze terugbrengen? De rest ben ik echt heel blij mee. En die was trouwens 35 euro. Deze heeft hij een vrouw dus gevonden. Ik dacht dat zij hem zou nemen, want dat was echt haar stijl. Maar ze nam hem niet. Er hing er hier dus maar één van. Deze is mega groot. En heel veel mensen dragen dit ook naar buiten. Ik vind het misschien ook wel kunnen. Ik doe dat niet snel. Maar oh my god, ik vind deze echt heel leuk. Ik ben hier heel blij mee. Misschien moet hij aan het als dus terug. Ik vind hem het minst speciaal, maar hij is wel leuk. Deze is 30 en hij is van Reebok. En dit is hem dus. En ik wil hem eigenlijk niet als thuis chill trui gaan gebruiken, omdat ik hem er eigenlijk te leuk voor vind. Ja, het is wel jammer dat het licht er niet goed is, maar goed, jullie zien ze later nog wel. Ja, hij blijft ook lekker een beetje zo hangen als je het wil. Ik vind het zo leuk. En
Die mouw, ik ben echt obsessed. Ik vind dit amazing. Heel blij. Ook mannen, hè? Alles is mannen tot nu toe. Dit is de status. En die vrouwen-item vind ik iets minder leuk, maar die had ik gewoon een soort van nodig. Dat kan ik goed gebruiken. Dit vind ik, dit is echt gewoon Charlotte. Als je me langer volgt, weet je dat ik altijd blouses droeg en alles is eigenlijk te klein. Ik zag ook bij Lotte een story dat ze zei van, ik ga gewoon kleren die ik, mijn haar zit nu heel lelijk. Kleren die ik niet meer pas, gewoon even wegdoen. Zeg maar in een doos opbergen tot ik het weer pas. En ik dacht van, misschien moet ik dat ook maar doen, weet je. Je hoeft het niet per se te verkopen. Misschien pas je het ooit weer. Maar ik heb nu al 2 jaar lang dat ik het allemaal niet aan kan. En dat is eigenlijk zo zonde. Dus een blouseje die ik net tot witte blouseje, wat ik heel vaak draag. Gewoon lekker. Ik moet zeggen, ik vind het echt veel leuker uitzien dan op beeld. Op beeld vind ik het niet zo leuk. De kleuren zijn gewoon nu niet zo mooi op beeld. Maar dit staat echt heel leuk eigenlijk. Maar je ziet het niet. Maar goed, ik wil het wel even aan jullie laten zien. Anders, ik heb natuurlijk al bijna nooit shoplogs. Heel chill, heel dun, luchtig. Maar in verhouding, dit kost dan €25. En dit is gewoon echt totaal geen merk of zo. Maar wel heel blij mee. Deze zou ik echt gewoon, als ik even wat aan moet, broek of legging, dit erop en dan ben ik klaar. En dat soort items heb ik nodig in mijn leven, want ik heb dat gewoon zo weinig. En met deze te laten ben ik ook heel blij. Het is een zacht stofje, het is lila, het model is chill, hij heeft een klein colletje, maar niet te erg. En dit is dan ook wel iets leuks voor Babbelhap, gewoon een leuk kleurtje, wat je dus nu niet ziet. En ik lijk bruin. En deze is dan ook geen merk en €18, maat XXL. Klein beetje statisch, ja, ook dit komt nu op beeld niet leuk over, maar ook heel blij mee. Dus ik overweeg om die Adidas trui terug te brengen, verder echt mega excited over alles wat ik heb gekocht. Kijk hoe, ja oké, het ziet er misschien niet heel yummy uit, maar voor een zelfgemaakte pizza ziet het er echt heerlijk uit. Oh, lekker. Taste test. Oh, ik ben echt, het ziet er ziek lekker uit. Knoflook, mozzarella, tomatensaus en ui. En geen zout. Heb je ook knoflook? Hebben jullie gewoon die saus uit een pakje of zelf er iets bij gedaan? Is dat die passata of zo? Ah, ik denk dat Heinz er suiker in doet. Oh. I'm ready. En pap en mama zijn er, hoor ik. Ze doen het net open. Ga je wat doen? Schat. Nee. Weet je? Nou, nee. Dit is wat verschrikkelijk. Zo, het lijkt me wel. Van de Action. Oh, van de Action zelfs. Ja, want het was zo slecht weer met Lotte. Ja. Oké, ik ga de officiële lens repareren voor de zoom shots. Maar ik dacht ik vroeg even. Oké, let's dip. Daddy, dit is de vlog. We zijn net klaar, 1 seconde geleden. Oh. En? Nee, wij zijn net klaar. Oh, wij zijn net klaar. Dit is echt voor de vlog. Wij gaan nu deze lampen uitzetten, lekker borrelen, een rozeetje drinken en deze heerlijke... Oh, ik ga hem nog niet eens laten zien, want nee. Ik kom nog lang niet online. Doei! Nou, we hebben net een opname gehad van... Babbelhap, mijn nieuwe kookshow. De nieuwe kookshow. En wanneer staat het erop? Volgende week zondag, dus morgen over een week, komt de eerste aflevering al. Elke zondag om 5 uur. En wanneer kom ik erin? Jij bent de 4e aflevering. Ik ben de 4e aflevering? Ja, zo'n 5 weken is dat of zo. Ik ben de vader en dan ben ik de 4e aflevering. Eigenlijk wilde ik jou als eerste, maar jullie konden niet. Ah, dank. Hé, wel kijken dus hè. Babbelhap, doei! Doei! En nu lekker borrelen! Ik ga niet zeggen wat het is, maar... Mm. Oh, maar die chips zo lekker. Oh nee, de Chinees is dicht. Nee, dat is in gesprek, dus dat toch? We zijn van 11 tot uiteindelijk 7:10 bezig geweest. En nu gaan we Chinees bestellen. Bij de Chinees doen ze ook poesies erin, hè? Jij zit ook in een Chinees poesie. Nou, dat staat er op de website. Ze hebben daar hartstikke druk. Heel leuk. Outfit vind ik dit. Echt leuk. Wat staat er? Dat ze het heel druk hebben, blijven proberen te bellen. Blijkbaar. Oh, vind je het ook lekker? Ik vind 20 minuten te wachten. Ah, waarom zou je? Ze vindt het guacamole lekkerder nog dan de chips. Maar wat wou ik zeggen? Oh ja, in de aflevering met mama had ik dus een wit pak aan. En dat was echt een domme beslissing, want dit staat zoveel leuker op beeld. Maar ja, nu is het opgenomen, dus nu kan het kleurrijk is beter. Ik kan er niks meer aan doen. Zij is echt de beste op aarde.
Maar in de zomer zie je er niet. Dat is het rare. Hoe zie je het? Heet voor de. Nee, dan ligt ze alleen maar buiten op katten te jagen. En dan, zodra het herfst wordt, komt ze alleen maar met maar ons. Maar ze wordt niet gejat, dus. Nog niet. Nee, ze gaat niet naar beneden. Kijk nou hoe lekker. We hebben een buffetje hier. Zelfs een kapper. Oh, garnalen. Ga je die kapper ook heel? Rundvlees. En dit is kip. Gaat heel op naar de kapper hier? Nee. En, oh, jammer. We gaan lekker hier zo buffetten. Hij heeft al een andere kapper. Dit is zo niet normaal lekker. Ik heb het dus nagemaakt. Van de eerste babbelhap aflevering. Ik heb alleen het vocht wel met een vergiet een beetje afgegoten. En rauwe knoflook door het mengsel gedaan. Dat is echt niet normaal. Oh. Hij ligt nu al wat langer, dus nu is hij niet meer heel, heel hard crunchy. Maar net was hij echt heel hard. Je moet hem echt direct eten. Eigenlijk moet je niet twee broodjes besmeren, maar gewoon... Eigenlijk moet je gewoon een bakje ernaast zetten. En het dan zeg maar per hapje op je broodje doen. Dan heb je de ultieme crunch. Hallo jongens, ik ben mijn elastiekje vergeten. Super irritant in de sportschool. Je ziet echt een paar andere kleuren. Chickie is even een vriendinnetje aan het jumpen. En Hanix en mee en wisselen elkaar af. En dan ga ik eerst sporten en hij daarna. Dus dat is ook nog even lekker dat ik kunnen sporten. Maar toch een drie keer per week. En ik weet niet hoe volgende week... Nee, wordt het best wel lastig om elke keer te gaan sporten. Denk ik, want ik dan moet het nog even vrijdag in de opname zijn. Maar in ieder geval deze week. Want we gaan lekker veel avondje met sushi. Want Chickie blijft bij ons met de kant. Dus dat is wel gezellig. Klaar. En nu haar aflossen. Van de heerlijke rust in de sportschool ben ik beland in een soort van TL licht, frituur, stinkend, zweet, herrie, chaos. Medelijden met ouders die dit allemaal doen. Het is niks voor mij. Kiddies hebben van, daar gaat het om. Dit is echt zo'n perfect moment om even dit soort settings te fixen. Oké, misschien zijn er instellingen die nog beter op de computer nog veranderd. Let's hope so. Het is er echt op prima. Het leukste moment is als de chickies even hierheen komen om te kletsen. En zo goed te doen. Bye bye. Oké, zondag geen borrel, maar even luxe vanavond. Lekker sushi. Lekker Disney film kijken. We hebben lekker California en garnaal en nigiris en veggies en makis. Heerlijk. Oké, mensen, dan is het tijd om de vlog te gaan afsluiten. Wij hebben lekker sushi gegeten en Into the Woods gekeken. Niet echt mega leuk, maar gewoon prima. Een beetje nieuwsgierige film. Nu zit ik... weer achter mijn laptop van mijn MacBook zit bijna helemaal vol. Terwijl ik niet heel veel heb ingeladen. De vlog voor deze week, de beelden. En al 4 afleveringen. En hij zit helemaal vol. Dus ik ben aan het checken of ik dubbele bestanden heb. Zodat ik ruimte kan vrijmaken. Want ik moet het wel op mijn computer hebben. Want ik weet nog niet precies hoe het werkt vanaf een harde schijf. Dus dan moet ik zorgen dat in ieder geval... Voordat ik woensdag weer ga filmen, dat ik al 1 video af heb. Vlog of de eerste babbelap en online vast inplannen. Zodat ik weer ruimte heb voor die afleveringen. Het is sowieso best spannend. Je moet je geheugenkaart helemaal weer leeg hebben voor de volgende aflevering. Want mijn vader moesten we dus daardoor heel lang wachten. En daarvoor moet je het hebben geïmporteerd. Maar de volgende afleveringen wil ik trouwens op mijn harde schijf wel zetten. Dus, zodat ik hopelijk deze 4 trouwens wel gewoon op mijn computer kan laten. Nou, het zal wel. In ieder geval, zo ziet het er dus nu uit de hele tijd. Helemaal vol. En ik gebruik deze laptop echt pas sinds kort. Dus dat. En wij gaan heel lekker slapen. En dan zie ik jullie dus... Dit is dus donderdag dat jullie dit zien. Wow, over 4 dagen al komt het online. Bizar. En dan zie ik jullie dus hopelijk deze zondag om 5:00 voor de eerste babbelhap aflevering. En dan donderdag over een week weer voor een nieuwe vlog om 7:00 ochtends. Bedankt voor het kijken. Laat alsjeblieft een leuke reactie achter. Want dat vind ik en heel leuk. En dat helpt me om meer het overzicht te komen bij andere mensen. Doe ook een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En volg babbelhap en mij op Instagram. En... tot zondag hopelijk. En anders tot volgende week. Doei!